schatje, ben je down met de big shack? Ik hou mijn jacka aan op je feestje. Zag je wat ze deden bij TikTok? Die jongens daar zijn aan en dat weet je. Hoi en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik film vandaag gewoon met mijn mobiel, omdat ik vandaag word gebeld of ik geslapen heb voor mijn school of niet. En ik wil daarna gelijk online gooien, anders duurt het weer eeuwen tot hij online is als ik met de normale camera ga filmen. Ik ben best wel zenuwachtig, want de examens zijn niet super goed gegaan. Zodat jullie misschien wel hebben kunnen zien op de vlogs van de Telegraaf. Ja, ben benieuwd. Ik word tussen 1 uur en 2:30 word ik gebeld. Het is nu 11:30 bijna. Dus nog eventjes geduld en dan janken. In de groepchat van de Telegraaf is dus geappt dat Amber op 0,1 gezakt is. Dus nu ben ik nog zenuwachtig. 0,1, dat mat zie je toch iemand gewoon. Maar nog 20 minuten. En dan begint de spanning echt. Wil ik knijpen? Je zit ook in de kant, hè? Oh. Hoi, ik ben Melanie. Dag Melanie, met Melanie Martkamp. Hoi. Hallo. Nou, ik bel even voor de examenuitslag. Je bent op het moment nog niet geslaagd. Oké. Je bent niet gezakt, je moet echt voor de herkansing gaan. En welk vak? En dat geldt voor eigenlijk 3. Dat betekent dat je maatschappijkunde moet laten vallen. Dus maatschappijkunde, die moet je eigenlijk van de lijst afhalen. Het extra vak. Betekent dat je wiskunde moet herkansen en betekent ook het praktijkvak dienstverlening producten. Dus ook een gedeelte van het praktijkexamen. Dus eigenlijk heb je dus 2 herkansingen, namelijk wiskunde en DNP. Oké. En dan de cijfers zul je zo meteen wel horen, maar dan leg ik dat wel even uit hoe en wat. Maar je hebt dus 2 herkansingen, maar wel herkansingen die te doen zijn. Dus we gaan er echt alles aan doen zodat je het gewoon haalt. Oké, is goed. Ja? Yes. Ik zie je om 3 uur, dan moet je even komen, want dan komen alle mensen die nog niet in 1 keer geslaagd zijn, die komen dan op school. Dus ik verwacht je om 3 uur in het SCV lokaal, beneden, het grote lokaal. Ja, is goed. Ja? Yes. Alles goed verder? Nee. Nee, kutnieuws. Ja, kutnieuws, maar oké, ja. Ja. Zijn er veel gezakt? Is goed, we gaan er aan werken. Ik zie je om 3 uur. Oh ja, oké, doei. Ja, tot zo. Godverdomme! Oké, we zijn op school. Lars is hier ook. Hij is dus ook niet in 1 keer geslaagd. We moesten 3 uur op school zijn voor een gesprek met je cijferlijst. Ik heb net mijn cijferlijst gezien. En allemaal 4'tjes, dus ik zat niet waarom ik alleen voor die vakken ben gezakt. Maar oké, ik heb net afspraak gemaakt met mijn docent voor bijles voor wiskunde. Dus, gelukkig. Kijk in onze kantine. Iedereen geslaagd. Ik kwam allemaal mijn kinderen mijn oprit op. Wat doen hun? Oké, er wordt aangebeld. Ze deden het ruilspel. Oké, ik heb niks. Oké, maar... ik ben dus gezakt op wiskunde, maatschappijkunde en DNP. Maatschappijkunde kon ik laten vallen omdat het een extra vak was. Dus ik ga alleen wiskunde en DNP herkansen. DNP stond ik wel gewoon een 6 al. Dus ik weet niet goed waarom ik dat moet herkansen. Gewoon om mijn gemiddelde hoger te doen. Dus ik maar dinsdag en woensdag ga ik herkansen. Komt helemaal goed. Ik heb er vertrouwen in. Dus we gaan nog een keer knallen. Wel jammer hoor. Ik dacht echt dat ik vakantie had. Maar ik ben dus niet helemaal gezakt. Maar gewoon herkansen. Komt wel goed. Oké, okay. Dit was de vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Een beetje apart. Ik wilde gewoon even laten weten of ik nou eens ging slagen of nou ging zakken. Nou, jullie weten net het antwoord. Ik zou het verdere avontuur ook voor jullie vastleggen wanneer ik de herkansingen heb. Enzovoort. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden om naar te kijken. Doe een duimpje omhoog en tot de volgende video. Doei doei!